En daar welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Ik wil zeker niet dat dat duimpje omhoog te klikken en dan was te abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag gaan wij bezig met het dames toernooi. Ik heb er zelf eentje gemaakt. Australië, Frankrijk en Duitsland zijn onze tegenstanders. Wij als Nederland hebben natuurlijk al heel veel sterspelers. Waarom kunnen we het dan niet opnemen tegen de pool des doods? Nou ja, Duitsland is de slechtste in de pool qua team. Qua sterren zijn bijna alle teams gelijk. Nederland en een paar landen hebben 5 sterren. Dat geldt voor Frankrijk en Australië volgens mij. Een paar en een halve. Echt, het scheelt heel weinig van elkaar. Iedereen kan door eigenlijk. Maar ja, dan vallen natuurlijk altijd een paar mensen af. En dat is nu ook gewoon het geval. De nummers 2, 1 en 2 gaan dacht ik door. Ik weet niet of de nummer 3 ook doorgaat. We hebben natuurlijk de sterkste opstelling met Sherida, Spitsen, Groene, Martens, Miedema, Van der Zanden. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon Berenstein op de bank en die kan ook zeker goed voetballen. Dus ja, we gaan beginnen hier in Duitsland voor Nederland tegen Duitsland. In de groepsfase in de Bay Arena. Het stadion van Bayer Leverkusen is het hoofdevenement voor Nederland vlak over de grens. Wat een mooie wedstrijd hopelijk. Nou, daar gaan we. Ik dacht dat ik wat volkslieden hoorde, maar dat was niet. Kan Nederland winnen van Duitsland? Dat is goed gedaan door Van Dongen. Van de Donk op Martens. Lieke Martens. Wordt het een vroege openingsterven met Miedema? Jazeker, het is al 1-0 in de derde minuut van de wedstrijd. Het is Vivian Miedema die het Nederlandse oranje leeuw in het team op een 1-0 voorsprong schiet. Unbelievable. Goeie voorzet door Lieke Martens en dan is het Miedema die er echt letterlijk net aankomt. Mooi goal, niks mis mee. Dus Vivianne Miedema schiet ze gewoon op pakket op een hele voorsprong. Geen genade. En daar is Dalman. Maar daar is Van Veenendaal. Van de Donk. Op Van Dongen. Oh, en dat was geen goede paas van Van Dongen. Probeert haar fout direct op te lossen. En dat gebeurt. Lieke Martens erlangs. Lieke Martens schiet en op de keeper Berger. En daar een kopbal van Jansen en wordt opgepikt door een Duitser. Pop. Maar huppakee, van de Donk er direct tussen. Lieke Martens. Sherida Spitsen op Van der Zanden. Van der Zanden, die komt er net niet langs. En de paas op haarzelf is goed. Van S. Sherida Spitsen. Van de Donk, Miedema. Groene! Oei, 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 oei. Nederland begint in de wedstrijd te groeien.
Oh, en daar komt Duitsland. Een heel slim nieuw aanvalletje. En wordt momenteel uitverdedigd, maar het is zeker nog niet weg. Duitsland. En buitenspel. Maar daar was Duitsland toch wel heel erg dichtbij. En daar wordt Martens... Oh, wat? Herings. Oh, daar kan Pop lopen. Ja, en die heeft zomaar een speler uitgespeeld. 1-1. Nederland verzuimt het af te maken. En dan komen die mannschaft weer op 1-1. Ja, het is toch wel een thuiswedstrijd. Dat thuisvoordeel, dat helpt zeker mee. Maar ja, dat is natuurlijk geen excuus voor het slechte verdedigen. Totaal de fout van Nederland. En ja, van Veenendaal gewoon kansloos. Die is helemaal afhankelijk van haar verdediging. Die helemaal kapot gespeeld is. Chiquita spitsen. Op Groene. Groene naar Van der Zanden. Kan Nederland direct wat terug doen? Op Groene. Nee. Het is weer Berger. Ja, een goed schot. Maar ja, de keepers van Duitsland zitten er ook gewoon weer goed bij. En dan kan Jansen koppen. En die gaat net over. Gaat wel even flink over. Het is Nederland wat de wedstrijd weer dicteert naar de 1-1. Maar ja, we moeten dus oppassen. Want Duitsland heeft van die slimiele kansen. Kwamen er twee keer heel makkelijk door. En ja, daar moet Nederland dus zeker voor oppassen. Daar is Van der Donk. En daar was Van der Donk. Ja, en daar heb ik per ongeluk een foutje gemaakt. Want Jansen die staat eenmaal te verdedigen als een pannenkoek. En dan is het bijna 2-1. Maar in drie instanties heeft Van Veenendaal hem. Oh ja, dit is netjes gedaan. En weer Van Veenendaal. Weer Van Veenendaal. Het is 2-1. Oei, 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 Nederland. Wat doen jullie jezelf tekort? Van Veenendaal redt Nederland een 6 keer. En dan is het dus 2-1 voor de Duitsers. En die komen wel heel makkelijk op voorsprong. Wel knap hè, ze kijken hier zit de bal en dan opeens kopt ze hem binnen. Pika van S. Op Groene. Jackie Groene. Op Miedema. Miedema moet terug. Nee hoor, hoppakee, op Van der Donk. En ja, die bal op Martens is net wat te snel. Nederland was beter voor de 2-1. Is dat nu nog het geval? Of neemt Duitsland nu ook echt het initiatief? Bal over de zijlijn. Van Dongen. Martens, ja, dit is goed gedaan door Nederland. Dit is heel goed gedaan, zelfs. En daar is Miedema 2-2. Het is weer Vivianne Miedema die het Nederlandse oranje het vrouwenteam weer op gelijke hoogte schiet.
Goed gedaan door Lieke Martens. De sprint goed ingezet. Het overzicht goed gezien. En Miedema die heeft geen genade. En knalt hem binnen. Geen genade voor Vivianne Miedema. Oddeldorf. Rauch. Ja, en daar komen de Duitsers weer. We zien de ruimtes bij Nederland. Maar huppakee. Uitverdedigd. Jerida Spitsen neemt over. En kijk maar waar die bal komt. Helemaal nergens. En ja, en daar ligt het weer helemaal open. En Duitsland mist. Het begint nu echt de wedstrijd te worden waarbij de verdedigende fouten een grote rol spelen bij beide teams. Ja, en dan wordt het moeilijk. Want dit is wel echt een enorm spannende wedstrijd. Als dit bij elke poolwedstrijd zo is, ja, dan wordt het smul om naar te kijken voor jullie als kijker. Want daar komt Van de Donk. Van de Donk. We moeten wachten, want hier schiet heeft geen zin. Lieke Martens moet ook terug, spitsen. Ja, en die raakt de bal bijna kwijt. En daar is Groenen! Oi, 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 oi. Goed gevoetbald, dat wel. Die bal die schrapt bijna de lat nog. De kans voor Nederland om voorrust nog op een 3-2 voorsprong te komen. Daar komen de Duitsers weer. Een inschattingsfout van de verdediging. Kan Nederland heel duur te komen te staan. En dan komt Van Veenendaal weer goed uit. En is het dan nog een corner? Zelfs dat niet, want de Duitsers... Jawel, dat wel. Dus Nederland moet gaan nadenken. En daar Martens. Kan Nederland dan nog wat met Van de Donk? Huppakee op Van de Sande. We weten dat ze snel is. En Van de Sande loopt hem over de keeper heen. Het is 3-2. Vlak voor rust schiet Nederland zichzelf nog naar 3-2. Wat een wereldpaas. Wat een wereldpaas. Nederland dus vlak voor rust nog op een 3-2 voorsprong. En ja, de hele wedstrijd is het spannend. Niet normaal. Niet normaal. Gaat Duitsland nog wat doen? Het antwoord is nee. En Nederland gaat met een voorsprong rusten. Maar de Duitsers mag je zeker niet uitvlakken. Want oi oi oi, wat zijn die toch sterk. We praten de Duitsers nog even na over hoe ze het moeten gaan doen in die tweede helft. Want ja, Nederland, het is geen makkelijk team. Het voordeel is dat Australië-Frankrijk op 0-0 staat. En hier is de score echt niet normaal opengebroken. Oh, dat was een combinatie die niet mogelijk was. En een ingooi voor Duitsland. Met McGill. Dus dit buitenspel? Nee, op het randje van. Ranch. En daar is Jansen die hem wegkomt. Maar het is zeker nog niet voorbij. Want daar is Van Veenendaal met de redding. Duitsland begint sterker aan de tweede helft.
was bijna een eigen goal. Helemaal verkeerd op het hoofd geraakt. En daar is Van Dongen met een geweldige sliding. Maar heeft ze niks aan. Want daar komen ze weer. En dan is Van Es die wegkopt. En dan Groene. En dan hoppakee op Van der Sande. Er ligt ruimte. Duitsland laat ruimte liggen. Van der Sande. En geeft hem goed voor. Maar de voorzet is te hard. En dan is het Martens die overneemt. Lieke Martens op Van der Donk. En die, ja, dat was een machteloos schot. Daar was de sliding te laat. En de Duitsers komen weer. Voordeelregel afgesloten. Huppakee, weg ermee. En daar is Jansen die zich er helemaal voor gooit. Een wissel bij Duitsland. Daar Baritz gaat erin. Oh, en daar zat de verdediger van Nederland helemaal mis. Jerida Spitsen, ja, en de Duitsers die hebben er echt zin in. Nederland komt er niet meer echt uit. En daar is het 3-3. Een ongelooflijk spannende wedstrijd. En het is Nederland wat het zichzelf aandoet. En ja, Van Veenendaal, die staat echt weergaloos te keeper. Maar elke keer wordt ze in tweede instantie geklopt. En ja, dan ben je als keepster gewoon kansloos. Dat is gewoon een feit. En Nederland mag dus weer opnieuw gaan beginnen. Op de hoop dat ze gaan spelen voor geen gelijkspel. En Martens stond buitenspel? Nee, Lieke Martens staat helemaal geen buitenspel. Dus dan wordt er een voorzet gegeven. Maar ja, niemand kan daar koppen. Ja, wel een corner eruit gehaald door Van der Sande. Die als een raar iemand kwam inlopen. En daardoor de verdedigster het nog heel moeilijk maakte. Zagen we net nog even de Duitse goal. Maar hier de voorzet. En net niet op tijd. En dan nog een keer. Nou, dat is dit. Helemaal teruggespeeld naar Van Dongen. Van der Sande! En het is raak! Wat een aanval! 4-3! Ongelooflijk! Wat zet het Nederlands elftal hier toch neer? Goed doorgekaatst! Groen heeft dat goed gezien dat Van der Sande vrij staat. En nu hebben we Vivianne Minima met 2 goals en ook Van der Zande met 2 goals. En daar is Vivianne Minima van de Donk. Minima van de Donk. Van de Donk, Nederland. Nederland! En ja, weer een weergaloos schot. Maar ja, het is mooi als hij erin vliegt, maar that's it. En Drieg, Dabarits. Dalman, Dalman. En daar, 4-4. Wat een goal! Wat een goal! En is het nou weer McGill, dan is het een hat-trick. En het is weer dezelfde vrouw. Ongelooflijk wat Duitsland en Nederland hier voor potje neerzetten. Geen moment bedacht, hè? Gewoon vol op de slof nemen en dan staat het gewoon weer gelijk. Ongelooflijk wat een goal. Keeper volledig kansloos. Die bal gaat er zo hard in.
Martens. Op Miedema. Miedema naar Groene. Ja, en dan is Nederland de bal weer kwijt. Kika van S. Huppakee, op Jackie Groenen. En daar op Van S, die de bal goed meeneemt. Sterker nog, ja, Vivian Miede, nou, dat was niet zo slim van mij. En huppakee, Van der Gracht gooit zichzelf erin. Nieke Martens, Van der Gracht. Groenen. Op Van der Donk, ja. Nederland zit op te jagen. Daar is Miedema. De hat-trick is binnen. Het is 5-4. Een ongelofelijke topwedstrijd zien we hier. Een 5-4. Unbelievable. Ongelooflijk. Wat een wedstrijd. Oké, op Jackie Groenen is de bal gegeven. Groenen loopt heel goed op, waardoor de ruimte komt bij Lieke Martens. En als die hem voorgeeft, dan gaat hij er niet in. Dus Nederland wat nu na de voorsprong de wedstrijd probeert naar zichzelf toe te trekken. Maar het is Duitsland wat dat zeker niet gaat accepteren. Maar hier is Van der Gracht. Loopt netjes op. Je ziet spitsen lopen. Sherida spitsen. Op Van der Zande. En de corner. De corner gaat zo genomen worden. En daar met Sherida spitsen. En ook Van der Zande, die komt hem binnen. Het is 6-4. Van der Zanden scoort ook een hat-trick. En Nederland gaat deze wedstrijd winnen, dat kunnen we nu wel vertellen. Hier de corner. Goed gekopt door Lieke Martens. Bam, en daar is Van der Zanden. Nee, het is Miedema die hem doorkopt. En Van der Zanden die hem met geluk op haar hoofd krijgt. En de keeper van Duitsland kansloos maakt. Dat is het verhaal van de Oranje Leeuwinnen. Oh, en daar de Duitsers. Ik zat even niet op te letten. En dat is een moedeloos schot van de Duitsers. Van Veenendaal. Op Van S. Groene. Weet Nederland nog er een aanval uit te komen? Volgens mij zijn ze dood. Hebben Duitsland met volledige snelheid uitgespeeld. Oh, maar daar is Duitsland! 5-6! En het is weer een wedstrijd.
11 doelpunten in één wedstrijd. What the fuck? In de 90ste minuut komt Duitsland dus nog met de aansluitingstreffer. Maar het is voor ons nu gewoon een balbezit houden. 4 minuten extra, laat maar dan. Van der Zande, ja, die Duitsers zitten helemaal mis. Van der Zande. Van der Zande geeft hem voor. Ja, nou ja, dat was het. Einde aanval. Maar daar is Van S, die nog helemaal diep stond. Van S geeft hem op Lieke Martens. Lieke Martens. Groene. Op Miedema. Groene. Miedema. Het extra tijd is om. En de scheidsrechter fluit af. Het is een overwinning voor Nederland met 5-6. Ongelofelijke prestatie. En ongelofelijk wat Duitsland en Nederland neer hebben gezet. Dit was voor de neutrale kijker zo'n leuke wedstrijd. Niet normaal. Kansen over en weer. Maar het is Nederland wat aan het langste eind trekt. En dus ja, dan is dat ook het einde van de video. Ik hoop in ieder geval dat jullie van deze video hebben genoten. Vergeet daarom van zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En dan was de abonneer voor meer. Australië wint in onze pool van Frankrijk. Dus wij staan bovenaan waarschijnlijk. Of niet, want wij hebben ook de meeste tegengoals. We staan bovenaan vanwege dat we ook veel goals hebben gescoord. Nou mensen, ik zie jullie graag later. Joejoe!